door de knieën. Afval, dan ga ik wat zelfs op de knieën. Nee, dat weet ik niet. Bloed, sorry. Ja, bloed is hier. Je moet voorzichtig zijn. Welkom op pakweg de vierde editie volgens mij van Snowpop. We hebben een jaar overgeslagen. Maar we zijn weer terug. En hoe? En over de eerste act wil ik even wat vertellen. Want mijn liefdallige vrouw staat achter de bar. En ja, zeker. Laat gaan. Toen wij 1 jaar getrouwd waren, hebben we het hier gehouden. En de band die toen hier speelde was een reggae-band. En dat was Maarten. Maarten kwam naar mij toe en die dacht, ik heb een verrassing voor jou. En ik zei, ja. En die verrassing was Lotte. Lotte speelde toen hier voor de eerste keer, zag ik haar. En ja, ik was verkocht. En ik denk, veel meer mensen met mij kunnen dat allemaal gezien hebben. En daarna ook, ik bedoel, Giel Beelen, luister, hè. Als Giel Beelen ergens verkoven is, en toch, onze shock DJ. Ik ben minder shock, maar ik ben heel blij dat ze hier zijn. En ja, Bas, ik ben blij dat jij erbij bent. Dames en heren, jongens en meisjes, kom gerust een beetje dichterbij. Want dat vind ik, dat zou echt heel veel lucht zijn voor ze. En anders roep ze je dadelijk nog wel wat dichterbij, denk ik. Lotte is niet zo verlegen. Dames en heren, jongens en meisjes, laat jullie horen voor Lotte, Walda en Bent.
Nee, was hij zo. Nee, je moet het toch veranderen in bilans. Ja, je moet het toch veranderen. Ik zeg, ah. Ja, oké. Okay. Ja, dat kan ik. Het zong wel fijn, dus ik hou het al misschien weer.